KIA het antwoord op normvervaging en verval. De initiatiefnemers van deze campagne wil bewustwording brengen onder de Marrons, omdat zij zich zorgen maken over de langzame ontwikkeling in de gebieden waar deze groep nog gemeenschappelijk en in stamverband woont en de toenemende vervaging van waarden en normen. Steven Alfaizi, die ook voorzitter is van de politieke partij Doe, geeft aan dat hij niet aan de kantlijn kan staan kijken hoe het verkeerd gaat. We gaan het oppakken. Het kan zijn dat sommigen dit initiatief verkeerd begrijpen. Maar dan zijn we er om ze uit te leggen wat het inhoudt. Wij geven om onze kinderen. Wij geven om de volgende generaties. Wij maken ons druk om Suriname. Ik vertelde ooit aan iemand, zeg van, als het binnenland niet is ontwikkeld, komt Suriname nooit tot volledige wasdom. Of bereikt Suriname nooit de volledige wasdom van ontwikkeling. Alfaizi zegt dat Maron-jongeren vooral goed opgeleide personen die een verantwoordelijk gedrag kunnen tonen, nodig hebben als rolmodellen. Het kiezen voor de verkeerde rolmodellen leidt tot moraalverval, meent Alfaizi. Volgens socioloog Sulami Laurens moet de constante negatieve labeling van de Maron vanwege pure discriminatie of door zelfschade uiteindelijk tot het verleden gaan behoren. Over het integratieproces. Dat we in een samenleving, in een onderdeel van een samenleving, in Sabi, dat je kinkie ook kon. Cultuur was niet AD. Het is niet vast. Het is dynamisch. Hij beweegt. Hij verandert. Het is dynamisch. Dus rekening houden aan Asan Nape. En je dynamiek Nape. Je sabi wel dat Asan Saye Leli Nape. Of Asan Saye Teke Fuantasa Manape. Nou een verrijking. Nou een winning you. Of nou een lastie. Een verarming. Dus dat in Allah hier zijn. If je man. If je kia boom. Dat je maar meke akkeuze hebt voor sabi taki asande na een verrijking of een verarming. Zodat sandi sa abi no lasi. Sulami Laurens, de socioloog, benadrukt dat KIA staat voor opvoeden, socialiseren en het aanleren en of de gangbare waarden en normen aanscherpen van de gemeenschap. KIA zal voornamelijk via de sociale media hun initiatief uitvoeren.